Dit zijn niet de voetbalbenen van jonge mannekes met een jongensdroom. Nee, het zijn die van Michelle van der Laar uit Kuik en Ankie Jansen uit Someren. Zij doen mee aan de talentendag van Willem II. Zij willen graag met het vrouwenelftal van Willem II in de eredivisie spelen. Ja, dat is gewoon op dit moment gewoon ja, of het Nederlands elftal, maar dat is gewoon het hoogst haalbaar. Ja, dat lijkt me gewoon superleuk. Nou, omdat het mij echt een uitdaging lijkt om bij een BVO te voetballen. En nou helemaal omdat de eredivisie voor dames er is. Waar let je nou op? Waar we op letten? Nou, op de eerste plaats of meiden de bal kunnen houden. Hè? Dus als de ploeg in balbezit is, ja, dan moeten ze in ieder geval zorgen dat ze de bal goed en lang in bezit kunnen houden. Ja, en dat zijn de eerste schiftingen die je maakt om te komen tot een selectie, zullen we maar zeggen. Samen met 5 andere clubs begon Willem II dit seizoen met de eredivisie voor vrouwen. De Tilburgse club heeft er geen spijt van. Nou, wij zullen erbij blijven uiteraard. Hè. En er is nu toch een beweging gaande dat er meer clubs bijkomen. Waarschijnlijk 1 en het volgend jaar dan nog 1. Dus ja, dat moet gewoon een volwaardige competitie worden. Denk je dat je een kans maakt om uiteindelijk bij Willem II te kunnen voetballen? Dat weet ik niet. Misschien ja, over een paar jaar, maar nu nog zeker niet. Nou, ik heb een lekker gevoetbald vandaag. En ja, ik hoop dat ik nog een uitnodiging krijg om mee te trainen of een oefenwedstrijd. Maar we zien wel. We hebben hier ongeveer denk ik 80 spelers. Nou, en ik denk als daar ja, misschien zeg maar 1 of 2 hele grote talenten tussen zitten. Dat zou al heel mooi zijn. Of Michelle en Ankie daarbij zitten, horen ze binnenkort. Maar of zij bij de juiste club terechtkomen? Ik ben eigenlijk voor Ajax. Ja, PSV is toch mijn club, dus ja.